Verslaggever Erik Peters die is daar in Tilburg. De partij van Smolders die is daar dus de grootste geworden. Erik, historische winst voor Smolders kun je zeggen. De partij verdubbelt het zetelaantal. Ze gaan van vijf naar tien zetels. Ja, monsterzegen voor uh, Hans Smolders. Inderdaad, van vijf naar tien zetels. De grootste winst voor een lokale partij, volgens mij zelfs in Nederland. En ik zit in Tilburg bij Hans Smolders. Aan de koffie, aan het ontbijt. Ja meneer Smollers, heeft u zelf vanmorgen al even in de arm geknepen? Nou, dat niet. Uh, het was even moeilijk wakker worden. Uh, en dan zie je jullie in één keer voor de stoep staan. Uh, nee, ik, 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 dit moest er een keer van komen. En uh, in, ik zit in die haarvaten van de wijken. En je merkte dat er iets op gang kwam. Uh, het karaktermoord dat men op mij heeft gepleegd, dat werkt niet meer. Dus de mensen zijn er helemaal uh, doorheen en zijn er klaar mee. En die willen nu wel eens zien dat er gewoon echt de Tilburgse partij. gewoon ook eens een keer in het college van BNW komt. Ja, wat longt het plus nu? Het heeft niks met het Plus te maken. In de oppositie ben je gewoon machteloos. Heb je geen enkel invloed op het beleid. Kun je alleen maar blootleggen wat er fout gaat. Nou, daar ben ik onderhand wel beu. Want die euro's zijn weg. Ik wil het voorkomen, ik wil het oplossen. En dan kun je alleen vanuit BMW. Andere opvallende resultaten in Tilburg. D66 blijft gelijk. Hè? In tegenstelling tot landelijke trend, uh, D66 verlies. In Tilburg blijft D66 gelijk. Negen zetels, tweede partij. Samenwerken? Ja, wat mij betreft wel. Want het gaat uiteindelijk om het belang van de stad. Dus wij moeten direct allemaal samen het belang van de stad voorop zetten. En niet uh, uh, het eigen belang. En uh, daar zullen we echt nu uh, werk van moeten maken. Ja. Hans Mollers, uh, bruggebouwer. Maar daar ben ik heel mijn leven al geweest. Alleen men heeft een. Een verkeerd beeld van mij weg willen zetten, omdat men anders al bang was dat wij vorige keer de grootste werden. Want we waren al de derde partij, dus toen hadden we vijf zetels. Nu ga je in één keer als derde partij verdubbelen. Dat wil nogal wat zeggen. We praten straks even verder over. We gaan eerst even verder met de koffie hier in Tilburg.